Dit is een uitwerking van opgave 22 van de voorbeeldtoets 3F van 2016. Wil je de opgave eerst zelf maken, zet dan de film stil om de opgave te maken en kijk daarna verder. Hanneke heeft een bruto maandsalaris van 2445 euro en collega Jan heeft een bruto maandsalaris van 4962 euro. De vraag is hoeveel procent het netto maandsalaris van Jan ongeveer hoger is dan het netto maandsalaris van Hanneke. We moeten dus eerst van een bruto maandsalaris naar een netto maandsalaris. Hiervoor gebruiken we de tabel aan de linkerkant. Hanneke heeft 2445, dat is iets meer dan 2400. Het netto maandsalaris bij 2400 is 1766, dus wij gaan op 1800 euro zitten als 100%. Het salaris van Hanneke is 100%. Het salaris van Jan is iets minder dan 5000 euro bruto, dus iets minder dan 3155 euro netto. We vullen hier. 3100 voorin. En we vragen ons af hoeveel procent is dat van 1800. Dus hoeveel procent is 3100 meer dan 1800? We kunnen hiervoor een verhoudingstabel maken, maar als we dat doen, dan zien we dat we van 1800 naar 100 moeten werken, dus delen door 1800 keer 100. We moeten dus 3100 delen door 1800. En dat keer 100 doen. De uitkomst hiervan is 172%. 3100 is dus 172% van 1800, dus 72% meer. Omdat de 1800 en de 3100 ongeveer de bedragen zijn die we moeten gebruiken. Komen we op ongeveer 172%, dus ongeveer 72% meer. Er wordt ook gevraagd hoeveel het ongeveer is, dus we nemen het percentage wat het dichtst bij 72 zit, en dat is 80%. Dat vullen we in.